great. Vandaar. Eerst even kijken. Hello driver, first things first, set up the camp. En dat is Cassius 12, thanks for the follow. Eerst even kijken. First things first, set up the camp and start your engines. Moeten we zo ook nog starten. Ik had ze toch al gestart? Nee, doe dat safe. Assuming you have the road, you may head for Wimbledon even if you reverse exit to the London line. Oké. Okay. Oh, geweldig. Oh, serieus. Waar zit hier die startknop? Oh. Mooi. Kunnen we zo eindelijk gaan? Oké, okay, is dat het hele scenario? En dat voor 35 minuten? Nou ja. Oké, okay, als jij het zegt. Nou, lekker rustig. Nou ja, anders hebben we een vrij kort scenario. Ai. Dan zien we, het is nog lekker rustig. Ja, die doet het. Hier zit hij zo dicht gauw op. Hè? Serieus, 35 minuten voor dit scenario. Oh ja, natuurlijk. Vergeet de 15 weer. En de 10. Eens even kijken. X-Shooter, goedenavond. Mark vindt UK-routes altijd wel mooi, maar veel treinen maar mee. Ja, op zich, de routes zijn leuk. Op zich, ik heb ook niks tegen de treinen. Sommige zijn inderdaad wat ouder. De tail lights om. Goed. Dat is beter.
Tic-tac. Oh, serieus? No switch-ins that wait the road towards Kensal Green Junction. Okay, stop at signal. We zijn daar. Nee. Laat maar even afwachten. Ik heb weer tail lights on. Tail lights. Of marker lights on. Zo. We hebben daar een Class 90 volgens mij. Dat is mijn Class 90. Wat zo nat hier binnen. Eens even kijken, ik ben vandaag naar Wensing gegaan, heb Super Citroen, Martijn en Studio gezien. Ah, leuk. Met je luck gaat dan? Heb je nog wat gekocht? Miles en het is over 25 minuten. Nou. Hey Martijn, goedenavond. Nou, het is opgehouden met regenen. Het is wel een regenachtig dagje hier. Het is geen simulator. Hey Cleo, goedenavond. Zo. Oké, grond komt een beetje door de grond heen. City buses. Ja, de grauwigheid wordt in één keer vervangen door bijna blauwe lucht.
Hey. Hey. Nee, ja. De achterkant staat nog aan. Eens even kijken. Mijn model spooroveltje is een stuk groter geworden. Maar heb je nieuwe baan erbij gekocht? Ik hoor wat voorbij denderen. Maar dat is hier. Oh, zo'n pendolino. Nee. Een setje van 6 R3 bollen voor de buitenbocht. Oké. Maar hoeveel groter is die geworden dan? Nou, gas geven met het ding. Hey Victor, goedenavond. Ja, je moet maar echt eens een keertje iets mee doen met modelspoor of zo. Als ik het geld ervoor heb. Great. Wat hebben we nu weer? Zo, die staat stil. Niet mag wat olie hebben. Ja, dat kan. Ik denk dat het een overbrengingsrit is. Dat heb je soms ook. Jezus, zeg, die trein die wil je hier nog. Maar ja, in plaats van modeltreintjes heb ik in ieder geval train simulator. En farming simulator en wat dan ook. Kijk, zijn NL. North London Line. Ah, is een beetje rustig hier. Ik sta maandag weer in een echte trein. Oh. Je gaat wel cargo weer rijden. Kijk, daar hebben we de broodje de 313.
U-boot. En er zijn er echt wel wat bezig geweest hier. En weer een 313. Begin 4 uur, eindig tot en met kwart over 12. Wow. En even koplopen, Frenkes. Nee, mijn trein staat hier. Wij mogen gaan. Ja, dat komt, Mark. Wordt de dag van Yellows. En dan kan ik even bij een 16-16. Ben je daar helemaal toe gegaan tot Bad Bentheim, Victor? Ben je verder gegaan nog? Laten we zo zeggen, dit is de Engelse tegenhanger van de trein die wij zo meteen nemen. Ook een dieseltje. Oh, dat zeker. De toeter is ook wel mooi. Ik weet niet of die standaard meekomt of dat ook komt door de Armstrong Powerhouse Enhancement Pack. Martijn, je kunt gewoon een link plaatsen. Nightbot geeft geen timeouts op dit moment. Ja, dat is met die lokwissel. Volgens mij aan de linkerkant of zo van Bad Bentheim. Ik zie wel eens een paar keer een foto langskomen. Oh ja. Wie heeft gezegd dat het rood is? Denied. Oh, echt serieus. Eens even kijken. Zo. Oh, die is wel een stuk langer, ja. Dat zeker. Wat is de beste uitbreiding op een Pico starter set? Rails. Nou, volgens mij heeft hij daar ook nog gelijk in ook. Ja, we zijn achter een andere stoptrein. Dus vandaar dat wij zometeen een aantal rode seinen krijgen.
Maar laten we het zo zeggen, het is altijd meer dan mij. Nou, ik weet nog wel, ik heb van vroeger uit nog wel eens een keer bij de Intertoys zo'n goedkoop treinsetje gehaald. Van die plastic rails. Zo'n oranje TGV trein. Tuut. Volgens mij maakt hij wel geluid, ja. Ik heb nog wel bij mijn ouders liggen op zolder. Laten we zo zeggen, de bovenleiding is nooit wat geworden. Maar ik heb hem nog wel, ja. Oh, en dat zo net de trein een beetje schokte, dat komt omdat Armstrong Power of the Physics heeft aangepast van deze. Is wat minder krachtig geworden. Langzaam ritje vandaag. Oh, lekker donker. Daar hangen we even in de tunnel. Oh, die, daar heb ik inderdaad nog wel foto ergens van bij zien komen. Maar ja, 1900. En dat zijn Duitse wagons, lijkt het wel. Heeft u überhaupt zo'n 1900 wel rondgereden dan, of niet? Tuut. Ik dacht al, wat er komt inderdaad, komt bij die helemaal niet bekend voor, namelijk. Je zit zo dicht op de stuurtafel met Trekkaya hier. Double yellow of een single yellow. Ik dacht dat het een double yellow was.
Dus even kijken, de secties worden dus een stuk groter nu. En we gaan een donkere tunnel in. Nou, ze verlichten niet veel deze lampen nu. Zeg, ze moeten eens een keer maar wat in Londen, maar eens een keer wat doen aan tunnelverlichting. Het is nog net niet pitch black, maar. A speck of light in the distance. En we hebben in één keer groen. Ding! Nou, ik moet zeggen, de weereffecten in dit scenario zijn echt geweldig. We gaan van regen naar zon, naar regen, naar een beetje bewolkt en weer terug naar regen. Laten we zo zeggen, typisch Engels. Yes, yes, I know I'm speeding. I'm braking. Kijk, daar was de boosdoener, die staat nu daar. €200? Mijn god, zeg. Ding. We hebben groen. Oh, laat maar aan, dan mogen wij weer terug soms in een stukje. Oké.
Nou, Swish Ends en Ease into Platform 3 en Caspo ook. Nou, zullen we doen. We maken lights off. Lights off. Tail lights on. Dan is die klaar. Die staat gelukkig nog aan. Nou, ik zou zeggen, als ik ooit inderdaad begin zeg maar, met die met modelspoor, dan zou ik echt niet weten eigenlijk welke terrein ik zou hebben. In ieder geval, dan zou ik in ieder geval kiezen voor een... Ja, als er is een flirt. Dus even kijken, er lijkt een beetje de watloop van Engeland. Daar heb je gelijk in, koploper. Het is ook een tweedelige treinstel, flinke diesel. En als je sneller gaat bij 45 miles per hour, dat is ook ongeveer de snelheid dat bij de watlopende transmission, zeg maar, schakelt. Dat doet deze ook. Dit is eigenlijk een beetje déjà vu moment. Hier zijn we ze net ook al begonnen. Nee, die flusjes zijn nog niet en die zullen ook wel extra duur zijn. Ik hoor wat. Nog 313. Nou, het is drukjes hier. Wat ik tot nu toe doe, elke keer een klein beetje erbij kopen. Nou, dat klopt. Dat is net zoals met Train Simulator. Je koopt toch niet alles in één keer. Excellent work. This will now form the 1512 service to parking. But that's in the hands of another driver today. Nou. Dat was scenario. Een rustig scenario.